Voedselbank Zaanstreek is in 2006 opgericht met een dubbel doel. Ten eerste iets doen met het overschot aan voedsel dat weggegooid wordt. En ten tweede iets doen aan de armoede in de Zaanstreek. We krijgen voedsel van bedrijven omdat het tegen de verkoopdatum aanzit of omdat er iets mis is met de verpakking. Dit voedsel zou anders vernietigd worden en zo spaart het bedrijf de kosten van afvalverwerking uit. In rijke landen wordt zeker een kwart van het voedsel weggegooid. Ja, we hebben wel eens brood over. We hebben natuurlijk een grote sortering brood. Omdat je de klant niet wil teleurstellen, dat je alle soortjes hebt nog de hele dag. Ja, dan is dat, komt er wel eens voor dat je brood over hebt. En dat is dan bestemd voor de voedselbank. Om het voedsel naar het magazijn en de uitdeelpunten te brengen, heeft de voedselbank een grote en een kleine vrachtwagen. De vrachtwagens hebben we kunnen aanschaffen dankzij onze donateurs, incidentele giften en collectes. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Veel voedsel wordt verspild, maar aan de andere kant hebben mensen soms geen geld om eten te kopen. Die mensen kunnen wekelijks een voedselpakket halen bij een uitdeelpunt bij hun in de buurt. De kratten zijn gesorteerd naar gezinsgrootte en wel of geen varkensvlees. Het vlees zit in koelboxen. Op de uitdeelpunten staan vrijwilligers klaar om de volle kratten in ontvangst te nemen. De mensen die een voedselpakket komen halen, staan op een lijst en moeten zich legitimeren. Cliënten van de voedselbank die hun huis niet uit kunnen of durven, krijgen hun voedselpakket thuis bezorgd. Nou, deze pakketten zijn voor mensen die dus bij de voedselbank hun pakket komen ophalen. Maar deze mensen waar ik nu de kratten van in de auto heb staan, die zijn zelf niet in staat door meestal gezondheidstoestanden om hun spullen zelf op te komen halen. Dus die ga ik bij hun thuis bezorgen. Het voedsel dat aankomt wordt opgeslagen in ons magazijn in de voormalige woonmal in Assendelft. Het brood gaat in de vriescel, vlees, verse groenten en fruit en zuivel gaan in de koeling. We halen ook voedsel op van de regionale voedselbank in Amsterdam. Verswaren die overblijven gaan naar collega-voedselbanken in plaatsen als Purmerend, Beverwijk en Alkmaar. Grote partijen worden soms herverpakt in kleinere hoeveelheden, zoals hier de Witlof. De verswaren worden aangevuld met langer houdbare levensmiddelen die voor het grootste deel door vrijwilligers worden ingezameld. Dat inzamelen gebeurt bij supermarkten bijvoorbeeld tijdens de kersttaxi. 3 dagen lang staan bij verschillende supermarkten in de Zaanstreek vrijwilligers klaar om mensen te vragen iets extra's te kopen voor de voedselbank. Soms zijn die vrijwilligers scholieren, zoals hier. Oh, komt het bij elkaar? Nou, kijk, hier kan het bij. Je wil het wel nog vragen. Zijn jullie twee? Ja. Pasta doos.
toevallig. Ja, dat vind ik niet leuk. Oh, dat is schattig. Ja, ja, ja. Ik had nog... Oh, een wasmiddel. Oh, fantastisch. Ja. 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 Het stond ook op het lijstje daarom. Zo zamelen we elk jaar met de kerstactie meer dan 1000 volle kratten langhoudende levensmiddelen in. De Voedselbank maakt ook dankbaar gebruik van de acties die bedrijven en instellingen organiseren om ons te helpen. Bij deze actie konden mensen hun kerstpakket naar het Noord-Hollands Dagblad brengen in ruil voor een kaartje van het Saamtheater. Ja, ik wil ook niet dat ik heb er niet gescoord. Kijk, nou, goedemorgen. Goedemorgen. U komt een pakket brengen? Ja. Nou, hartstikke leuk. Weet u wat erin zit? Ja, ik weet wat erin zit. Ik heb het zelf aangesteld. Dus. Oké, hartstikke leuk. En waarom doet u mee in de actie? Nou, ik denk dat in deze tijd iedereen die heel slecht heeft wel wat extra kan gebruiken. En ik denk dat het voor heel veel mensen dichterbij is dan ze denken. Nou, heel erg bedankt namens de Voedselbank. Ik heb nog een bond van het Saamtheater voor u. Bij het Saamtheater inruilen voor 2 theaterkaartjes. Ja, dankjewel. Oké, u ook bedankt. Oké. Dag. Op vrijdagochtend stroomt het magazijn vol met vrijwilligers om de voedselpakketten samen te stellen. Duidelijk gezegd dat u al uw papieren nodig heeft. Om elke week een voedselpakket te krijgen, moeten mensen zich aanmelden voor een intake. Aan de hand van papieren over hun inkomsten en uitgaven moeten ze aantonen dat ze per maand minder dan een bepaald bedrag vrij te besteden hebben. Om te weten of de mensen nog steeds recht op een voedselpakket hebben, wordt dat elk half jaar opnieuw gecontroleerd. Snapt u dat? Ja. Kunnen we afspreken dat u de volgende keer de papieren bij u heeft? Ja. Oké. Het kan iedereen overkomen dat je een voedselpakket moet aanvragen. Een echtscheiding, het verlies van werk, psychische problemen, oplopende schulden en vaak een combinatie van problemen. De Voedselbank helpt deze mensen. Help jij de Voedselbank?